won volgens mij al 3 keer. Kenzie Sasbrink, Branko Sasbrink, die zat er altijd voorbij. Sam Borkent zit nu op 4. En Kim Kelder komt eraan hoor. Het is Job van Eindenbelt. Volgens mij was dat ook een van de rijders die Nederlands kampioen werd met Pinksteren. Kijk je geleden alweer in Ommen. Job van Eindenbelt staat er met 1900. Oh, daar komt hij weer hoor. Kim Kelder, dat duwtje van Harry Rijming. Het is de 1900. Nog steeds Joppe Konijnenbelt. En dan gaat Joppe gewoon 4 keer winnen. En laten we er nou gewoon even afspreken als hij langskomt. Even de handen op elkaar. En wellicht kan de vader van Joppe zich ook nog even inschrijven. Dat zou mooi zijn. Dan hebben we het gewoon de hele stad echt vol hoor. Joppe Konijnenbelt. Handjes op elkaar voor de winnaar hier. Volgas dus op de 1900. En hij is een Nederlands kampioen hoor. Kenzie Sasbrink erbij. Branko Sasbrink. Dan hebben we de 943 van Sam Borkent. En nogmaals, Gert-Jan die zegt van ik mag hem niet van Baas. Dus ik kan vanmiddag niet meedoen. Kim Kelder.